digitale transformatie. Iedereen praat erover en dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Maar de grote vraag is, hoe doe je het? En vooral, hoe krijg je je mensen mee? Daar gaat het over tijdens deze FD Boardroom Sessie. Wat heb jij eruit opgepikt? Dat het heel vergelijkbaar is. Ondanks het feit dat de bedrijven verschillend zijn, zijn de thema's hetzelfde. Ja. Welke thema's spatten er voor jou uit? De verandering van de mensen. Hè? Dus dat de techniek allemaal wel te doen is, maar dat het met name zit in de verandering van de mensen en de cultuur om het te absorberen. Wat mij opvalt is dat eigenlijk elk bedrijf ergens in die journey zit. Sommige bedrijven gaan we aan het begin, andere bedrijven aan het eind. En heel veel bedrijven op beide plekken van die journey. Vaak heel erg innovatief bezig, maar ook bezig met legacy uit een datacenter te krijgen. En dat we eigenlijk hier vandaag ter sprake kwamen is, hoe ga je dat nou combineren? En wat is nou je key succesfactor daarvoor? Ja. En die is niet de technologie, want die ligt uiteindelijk bij de mens. Ja. En hoe ga je het met die mensen in je bedrijf, en hoe ga je de juiste mensen in je bedrijf krijgen om dat goed in te richten? Kijk, we introduceren heel veel dingen bijvoorbeeld Ariba of 365. Maar we vragen ons niet af wat voor voordelen geeft dat voor de mensen zelf. En dat is wel een belangrijk element. En we trainen ook mensen, maar we zouden veel meer moeten gaan bekijken, ja, hoe worden mensen ontzorg dan die technologie uitrollen in de organisatie. Dat heb ik wel opgepikt vandaag ook. En dat wist ik wel, maar het is toch dus goed om daar even met je neus op de feiten wordt gedrukt, inderdaad. Je moet niet alleen IT-mensen overtuigen of developers overtuigen, de hele organisatie. Dat lijkt me in een club als Randstad, die al heel lang doen wat ze doen, nog best wel moeilijk, of niet? Ja, het leuke van Randstad is, ze zijn extreem enthousiast en heel erg klantgericht. Dus als het commercieel toepasbaar is en de klanten vinden het mooi, gaat het hele bedrijf rennen. Maar voor die tijd zijn ze heel sceptisch. Ja. En je moet dus schaken op al die borden tegelijk. En dan maakt dit zo'n leuk thema. Ik denk dat de urgentie helder is. Je zag bij alle deelnemers wel dat ze aangeven, we begrijpen dat als de tempo van verandering buiten de organisatie groter is dan binnen de organisatie, dan gaat er iets mis. Hoe ze daar dan vervolgens mee omgaan, dan roepen ze allemaal agile, ze roepen allemaal DevOps, maar tegelijkertijd willen ze toch nog stage gates hebben, ze willen toch controle hebben, ze willen toch bepaalde dingen doen en durven dat niet los te laten. Hoe krijg jij de boel mee? Het was heel lastig, maar het is eigenlijk go first. Weet je wel, zo van change betekent voor mij heel veel courage hebben. Dus dat je gewoon ga als eerste als het gaat om kwetsbaar zijn. Ga als eerste binnen IT als het gaat om managementlagen, zeg maar, reduceren. Of ga als eerste met een reorganisatie. Dus dat de hele tijd go first en dan hopen dat er andere BU's, business units, volgen. Nou, het mooiste voorbeeld vond ik is dat bedrijven echt gaan investeren om hele culturen anders in te richten. Dus de helft van het management eruit, andere doelstellingen neerzetten en dichter bij de intrinsieke motivatie van je bedrijf bewegen. Dus zorgen dat je echt de doelstelling behaalt door iedereen zelf te laten innoveren. Dus veel schaalbaarder. En dat betekent ook dat je het veiliger moet doen. Dus in een safe to fail environment.